Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. In deze video laat ik een squadpotje zien waar we belachelijk veel kills hadden. Ik neem dit op, zeg maar, echt een paar dagen al nadat dit potje gebeurd is. Want ik wou eigenlijk geen potjes opnemen. En ja... Ik heb het toch maar. Ik zag in één keer hoeveel kills we hier hadden. Dus ik dacht, ik doe het toch maar wel. En ja. Ik kan elke kill laten zien. Als dat leuk is. Maar we beginnen eerst een beetje met die van mij. Want ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Ik ben degene die het doet. En maar ja. We begonnen eerst dansend op de dingen. Ik doe als een following drone even aan. En we hebben dan ook gameplay even. Maar dit potje ging in eerste instantie even rustig. Tot op een gegeven moment daar mensen tegenkwamen. Toen gingen mijn teamgenoten gingen. Wat mensen killen. Ze gingen eerst de bot even pakken. De balls, sorry. En ja. Sorry is ook een beetje. Beetje heel veel. Zeg maar, ik moet ook echt nadenken ook. Want het is alweer even geleden. Dit potje. Maar ja, zoals we zien. Hellcat 4 heeft al 4 kills. Van zijn perspectief gaan we straks zo meteen kijken. Want hij had echt heel veel kills. Heel veel. Maar ja, we gingen een beetje kijken, zoeken naar, naar mensen. Ja, hier zat ik eigenlijk gewoon een beetje stom van, hey, lopen die mensen? En ik kan ze pakken. En ja, ik gooi dan wat klingers op ze. Ja, en de rest ben dan, de rest pak ze. En ja, dan ga ik weer terug. Even de loot nakken. Toen werden we aangevallen, iets verderop. Was er een heel cluster van mensen. En dan hier had ik mijn eerste twee knocks te pakken. En zoals je ook ziet, een beetje hier mooi onderin. Er waren heel veel mensen. Dat waren de eerste kills een beetje. En die gingen we proberen te pakken. We proberen iedereen te pakken eigenlijk. Iedereen die we konden pakken. Pakten we ook. Nee, ondertussen, we hebben, zoals je het ziet, ik heb 2 kills. Hellcat heeft er 12. Surner heeft er 0. En dan Dragon Player nog 0. Maar je, dan weet je ook ongeveer hoe het potje gaat natuurlijk. Super erg. Maar vanaf hier ging het eigenlijk een beetje sailing. Smooth, ja, ging het eigenlijk best wel heel snel. En straks laten we nog dus perspectieven van de anderen wel zien hoor, maar het is echt, we zullen weer even op keer 4. Want dat was echt rennen hoor. En hier doen we voor de kaart. Gingen we doen, zodat we de volgende cirkel konden zien. En hier werd gezegd dat iemand werd werd de Hellcat aanval, maar dat was dus blijkbaar niet nodig. Even pizza eten, even de helft weer omhoog. En ja, de kills springen we verder wil pakken. Hier hoorden we dat we zijn aangevallen, maar nou, wij gingen mee aanvallen. Toch even dan tussendoor een keeltje mee pakken. En we bleven echt, nou, eigenlijk stonden we niet stil, we bleven maar vechten en aanvallen. En ik had mijn, zoals je ziet, mijn kill ratio heb ik alweer gehaald. Mijn 4 kills, dus
Laten we het perspectief van Hellcat erbij pakken. En dan weer even zijn eerste kills. Als het goed is, moet het geluid ook gewoon blijven doen. Nee. Het geluid doet het niet meer. Nou ja, is niet erg. Dan plakken we nu even een leuk muziekje onder. Maar hier had hij zijn eerste kill te pakken al. Zijn eerste vier. Ja, dat ging echt mokertje snel. Klapte vier mensen in één keer. Ja, sorry als het een beetje snel gaat, maar ik probeer het ook een beetje. Ja, weet je wel. Een beetje snel te doen, want anders duurt de video super lang. Ja, doen we hem even twee keer. Maar vanaf hier pakt hij eigenlijk heel veel. Hier zag ik de missie dat er mensen waren. Nou, hij pakt ze gewoon. Pop, 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 pop. Pakt er twee. En de derde erbij. Zit al op 7 kills en we zijn 7 minuten zitten we in het potje. Nou, hier pakt de auto. En hier zag hij, hoorde hij dat de mensen waren, dus ik ging die aanvallen. Oh, dat moeten we niet doen, die moeten we hebben. Nou, dus ik ging die aanvallen. En aanvallen, ging die ook. Volgens mij eindigt die hier of zo, had hij weer 5-6 kills erbij. Waarom de replay zo hapen? Ik denk dat mijn computer het niet heel fijn vindt. Nou, hier had hij er alweer 3 bij. Toen kwam hij terug, ging hij weer aanvallen. En gebruikte zijn ninja turtle wapens. Ja, hoppa, weer er eentje bij. Ondertussen sta ik pas op 1, hij op 11. Hadden we al 9, wel hier op 19 mensen. Nu hadden we gewoon 21 mensen hadden we te pakken. Met nog 23 te gaan. Of 33, sorry. Spoelen we een beetje door. Nou, het ging echt super snel. Was ik belachelijk hoeveel kills we konden krijgen in een korte tijd. Als je een beetje kan rekenen, dan weet je wel waarschijnlijk hoeveel kills we straks hebben. Hier had hij er nog één te pakken. Maar ja, ik knocked hem dan en killed hem waarschijnlijk ook gewoon. Ja, als hij raak schiet in ieder geval. Hier pakt hij zijn andere Ninja Turtle wapens, want hij vond dus de nunchucks beter. Voor pizza eten. Nou, gezellig pizza mee eten. En hier ging hij op de volgende alweer. Bam, nog één bij. Anders. Hier killt iemand. En dan staat hij al op 16. Terwijl de rest bij elkaar 16 heeft. Dus dat zegt al genoeg. We zitten al op 32. Nu pakt hij er nog een paar. Of zegt hij was echt op dreef, zeg maar, laat het zeggen. Genokt. Hij gaat met de Ninja Turtle wapens even vechten. Nou, ik kom gezellig meedoen. En hier, bam.
Ik ben ondertussen zit ik al op mijn volledige kill aantal. En hij, Hellcat, als je ziet, die heeft er nog wel een paar. Spoelen we even door. Ja, geluid doet het toch niet. En dan zetten we hem even keer 2 en dan gaan we gewoon zo verder. Zoals je ziet. Ik heb de meeste van weet ik ook niet, het zie ik ook allemaal voor het eerst. Maar het was echt een potje waar je u tegen zegt. Wij waren allemaal boven. We waren de spullen pakken. En hij ging pushen. Hij wou kills. Drukte zijn W-knopje in, zoals hij het mooi zei. En dan hier. Ja, het loopt een beetje vast. Misschien omdat we te hoog hebben staan. Dus probeer het even nog een keertje. Anders, je weet wel een beetje hoe het gaat. Ging in ieder geval hier in de aanval. En hij pakt dan mensjes. Zoals je ziet. Laat het ook super goed. Het lag niet aan de snelheid. Het is echt gewoon weer... Fortnite replays. Top joh. Nou, pak die hier even weer 2 mensjes. En toen was er nog maar 1 over. Nou ja. Hellcat had die niet. Dus laten we de specialty van Xerner pakken. Zo, ziet er ook goed uit. Loose food skinnetje. Ja, ondertussen had hij hier, ging hij zijn eerste kills pakken. Toen stonden hier in ieder geval mensjes die hij had genokt en dan gekild. Maar ja, Fortnite is met zijn replays niet echt het makkelijkste, zeg maar. Laten we het opbouwen. In ieder geval als je PC een beetje niet volgemaakt is, laten we zeggen. Maar ja, nou, gaan we even voor verder spoelen naar het grote gevecht doen. Ja, hier waren weet niet hoeveel mensjes. En Xerner, die pakte ze allemaal. In ieder geval, volgens mij heeft hij een hele squad hier gepakt. En dan moet je denken, Xerner die speelt op... ik en Hellcat spelen op PC. Xerner speelt op Xbox en Dark Dragon Player speelt op PlayStation. Dus ja, oh, dat is even maar in je achterhoofd. Dus we spoelen weer wat verder door. Nou, de grote gevechtjes. Zet hem weer op K2. En hier ging hij aanvallen. Volgens mij vallen die vooral met zijn Ninja Turtle wapens. Als ik een beetje goed zie, we hebben ook vaak genoeg tegen hem gezegd dat hij dat niet moest doen. Maar toch deed hij het elke keer weer opnieuw. Nee, je quickscoped hier even iemand. Zo kwamen we een beetje op meer en meer. Nee, hier waren wat meer mensjes. Oh nee, dat waren de bots, sorry. De bots, zodat we de volgende cirkel konden zien. Wij gingen ondertussen weer weg. En in één keer hoorden we dat er meer mensen waren. Nou ja. Xerner ging lekker vechten. Die pakte er even 3. Voor een Xbox speler die waarschijnlijk ook tussendoor met... tegen PC spelers aan het spelen was. Dat was die best wel goed hoor. Dus chapeau. Nou ja. Zoals je ziet, hier had hij met die iemand genokt en hij werd die genokt. De enigste knock van het hele potje. En op een gegeven moment zaten we hier een beetje strategieën na te denken.
aan wat we konden doen. Maar ja, hey, er zijn nog twee andere squads. Drie andere squads. Maar dit, dat zijn 8 man verdeeld over 3 squads. Dus ja, en eigenlijk zaten ze elkaar een beetje te killen. En Hellcats zat ze allemaal te killen. Dus op een gegeven moment hoorde Hellcat, oh, mensen, nou ja, wij snel naartoe. En Xurne valt ze nog even aan. Hij kilt er nog 2. En dat eindigt zijn totaal op 14. En dus hebben we een totaal van 4, 14 en 22, dacht ik gezien. Maar ja, dan pakken we Dragon Player. Die was in het begin eigenlijk niet. Dat was niet zijn dag, laat het maar zeggen. In het begin. Hij had niet echt. Telkens als hij dan had hij bijna iemand en werd gekillsteeld ofzo. Door Hellcat ofzo, of door mij. Of door vooral Xurne. Die pakte wel eens een killetje af. Eigenlijk Hellcat vooral. En hier had hij zijn eerste 2 knocks en kills. Eigenlijk zijn eerste 2 knocks. En daarna killt hij ze dan ook. Nou ja, pakt hij even wat goede wapens. En dus, ja. En het ging weer verlooten. En wij gingen verder. En hoorde hij dat er weer dat er mensen waren. Dus moest hij snel gaan. Anders had hij geen killtjes die hij kon pakken. En dat wou hij wel. Nou ja, killt die even voor anderen. En hier, hij kwam eraan, toen was eigenlijk praktisch iedereen gekild. Maar nou, hij killt de laatste dan nog even. De rest beschermen nog even. En dan komt eigenlijk het laatste beetje er alweer aan. Ja, gingen we even een champakje poppen. Er waren nog 3 anderen over. En hij killt ze allebei eigenlijk voor Hellcat. En op een gegeven moment zei hij, als hij de laatste vindt, dat hij hem even wou killen. Als hij hem vond. En op een gegeven moment werd er op mij geschoten, volgens mij. Ik liep terug. Of er werd op hem geschoten. Nee, er werd op mij geschoten, ja. En hij ging erop af. Hij moest en zou die laatste kill hebben. En hij had hem. En dus als we hier mooi optellen. 4 plus 4 is 8 plus 2, 20 is 30 plus 4 is 44 kills. Hadden wij in één potje. Dus startten de 98 man. We hebben ruim bijna de helft van de lobby gekild. Excuus, waarvan Hellcat gewoon de helft van de kills had. Nou ja, dit was de video. Hoop dat je hem leuk vond. Sorry voor het geluid die het niet deed. Op een of andere manier laat Fortnite Replays dit niet toe. En ik kan niet telkens bij nieuwe characters ook weer opnieuw opnemen en allemaal. Dat duurt veel te lang en het is voor mij nu ook al bedtijd. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Joejoe. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around. Searched every building and home that I found.